lieve VIPS TV-kijkers, wij wensen jullie een jaar vol liefde en vooral een hele goede gezondheid en een jaar met heel veel spaghetti. Hè, Samson? Ja, en dikke kussen. Mwah, mwah, mwah. Het is tijd voor de legende, Les Miserables. Wij zijn vandaag bij de allereerste repetitiedag. De repetities gaan beginnen. Ben je er klaar voor? Dat is een beetje moeilijk zeggen, hè? Maar ik denk het wel. Ik heb er in ieder geval zin in. Dus ik heb zoiets van, laten we maar starten, ja. Ik heb er zin in, in ieder geval. Ik kan niet wachten om te beginnen. Babylon, de première natuurlijk over een film uit de jaren 20. Zouden jullie in die tijd willen leven? De jaren 20? Nee, niet in de jaren 20, maar jaren 80. Ja. Exclusieve sneak peek van een nieuwe, unieke show, Forever Young. Zieke muziek, zieke dans, next level shit. Ah, kom kijken, want je wilt het niet missen. Let's go. Vanavond zijn we bij Koef Noen Live. Je verwacht wat meer van de type. Dat je denkt, ik denk als we het exact één op één hadden gedaan, een beetje scènetjes van, nou, hoe lang duurt het? 2,5 minuten of zo. Dan was dat, ik denk dat je dan kapot bent als publiek na al een uur. Dus je denkt, jezus, en wij ook. Deel 2 van de castpresentatie van de tocht. Ik Gideon gaat wel lukken. Ja, ik Gideon gaat wel lukken, ja. Ik Gideon. Bam. Musical up close. Zijn er ook in de afgelopen 25 jaar nog dingen geweest die je zou willen doen, maar dus nog niet hebt gedaan? Nou, ik zou eigenlijk misschien ooit nog met een big band zo'n heel mooi plaat willen maken. Dit is mijn showreel en heel veel kijkplezier. En vandaag ben ik bij de Super Mario Bros film. Als je tegen hem speelt, verlies je. Oh. Is het overdreven, het valt mee. Ik speel gewoon casual. Ah, hij speelt niet casual. Hoe was het om de stemmen in te spreken? Ja, standaard antwoord. Geweldig. Superleuk om te doen. En we kunnen gewoon helemaal losgaan. Ja. Hoe het was, sowieso te gek. Heel leuk. Scoop, het komt november uit. Dus okay. Over nou ja, iets minder dan een jaar, 9 maanden. En dat is een heel erg leuk traject. Ongelooflijk leuk. Maar we hebben inderdaad in corona zijn we begonnen. Ja. Met een kinderboek met liedjes. En toen hebben we eigenlijk alle liedjes al geschreven. Regenpak niet, regenpak die luid, ik luif het thuis. Meer tegenzin in het regenpak, anders kwam ik naar het bijhuis. Ik merk ook met locatietheater komt er ook een publiek wat je anders niet ziet in de schouwburgen. Dus dat is ook heel erg mooi dat je een nieuw publiek aanboort. Supercat Maurice! Ik ben de verteller van het verhaal en dan verschijn ik er ineens zelf ook in het verhaal. Ik wil wel even lekker dansen met iemand. Onder water. Dus het was heel bijzonder dat we het nog een keer gingen doen, maar dan in een andere vorm als film. Hoi, ik ben Luca, de nieuwe junior reporter van VIPS TV. En vanavond zijn we bij Martini Plaza in Groningen voor de musical hit Grease. Ik denk dat het een heerlijke avond uit is waarbij je sowieso met een glimlach naar buiten loopt. Ja, ja, helemaal mee eens. Sluit ik me helemaal bij aan. Nou, mooi zo. Hoe heb je je voorbereid om deze rol te spelen? Want het is natuurlijk echt best wel emotioneel en zo. Ja. Ja, het is vrij dramatisch. Er zit heel veel drama in. Het is echt een tragedie. Een van de jaarlijkse terugkerende tradities zijn de Musical Awards. Voorafgaand daaraan worden de nominaties gevierd tijdens een nominatielunch. De nieuwe musical, Bovenkamers. Ja, voor mij, en dat wil ik niemand beledigen of ergens neerzetten waar het niet hoort, maar ik vind het een beetje Annie M. G. Schmid, Harry Banning, waarin teksten en muziek heel erg samenkomen. En dat mis ik ook wel eens bij andere producties. En hierin denk ik, ja, dat vind ik wel een heel sterk gegeven. Het verslag op de Instagram stories. Wie hoop je dat gaat winnen vanavond? Lastig. Ja, ik moet aanstaande talent moet ik uitreiken. Vanavond zijn we bij de Nederlandse première van de nieuwe film Fast X. Zou het een mooie scène zijn voor Rick op de motor en GTST door die... Ja, sterker nog, het zomerklif komt eraan. Als het multiversum echt zou zijn, wat voor versie van jou zou er dan echt moeten bestaan? Spider-John. Shonderman. Kijk, er is één legend binnen die hele scene. En dat is Optimus Prime. Maar ik denk dat heel veel harten zijn gestolen na Bumblebee. Ja, je hebt de film natuurlijk al gezien. En hoe vond je het?
Ik vond het super vet. Wat mij vooral verraste was eigenlijk de humor die erin terugkwam. Ik had eigenlijk vooral actie verwacht, kwam er ook heel veel in voor. Maar de humor verraste me eigenlijk het meest. Komen er nog nieuwe projecten aan, nieuwe liedjes? Wat komt er nog allemaal aan? Ik wil om de anderhalve maand een liedje releasen. Ik heb er nu al 2 gereleased. En mijn volgende liedje komt uit ongeveer begin augustus, eind juli. Okay, en kun je daar al wat meer over vertellen of nog niet? Hij heet Aandacht. Ik sta hier met Timo op Alles Kids in Drenthe en ik ga met jou Luca's lijstje doen. Ik heb hier een aantal kaartjes, die mag jij even gaan pakken. Ja. En dan mag je 3 van deze categorieën gaan kiezen en daar hoort dan een vraag bij. Oh, dat is echt heel leuk. Hypnotic. Geloof je daar ook in dat mensen daar echt, ja, dat hypnotiseer je echt is? Ja. Weet ik niet, ik vind het lastig. Ik weet niet, het zou wel relaxed zijn als het zou werken. Ja. Ik kan het testen. Ja. Als ik daarna niet meer bang ben, dan kan ik naar jou toe komen van... Het werkt. Hoe versier jij iemand? Zo, hoe versier ik iemand? Ja, ik denk dat ik toch een beetje subtiel probeer te doen. Gewoon, hé, hoe is het met je? Nou, een beetje zo. Iedereen die loopt nu terug naar het restaurant. Ik vond het superleuk. Ik vind mijn werk leuk. Ik zit al 40 jaar in het theatervak. En als je geen popiopie bent, dan hou je helemaal niet van je werk. En ik hou wel van mijn werk. Dus popiopie! En we doen live verslag op onze Instagram stories van de film Miraculous, Ladybug en Cat Noir. Dus moesten jullie nog de film niet hebben gezien, zeker komen kijken in de cinema nu. Want als de zon is niet, dan is het nooit te koud. Dus het is voor ik van hoog. En vandaag ben ik bij de oneindige slijmfilm. Kon het qua slijm nog groter? Nou, nog groter. Dit is natuurlijk wel de oneindige slijmfilm, hè? Zou je liever voor altijd groene slijm uit je neus willen hebben? Of dat al je eten naar slijm smaakt? Eeuw. Maar dit is een dilemma, dat kan ik niet aan. Ik denk al mijn eten naar slijm smaakt. Ik hoef geen slijm aan mijn neus. Dat geef ik aan jou, ja? Dat geef ik aan jou. Het gaat om de magie van de Elfstedentocht en dat willen we natuurlijk overgeven aan nieuwe generaties. Want elk jaar als er natuurlijk weer geen Elfstedentocht is, raakt het een beetje in de vergetelheid en dat moet absoluut niet. Dus Friesland helemaal, maar sowieso, ik denk dat mensen hiervan af moeten weten. En dit echt absoluut moeten gaan zien. En dan nu het nieuws, want we gaan onze filmproducties uitbreiden. Spannende onthulling. De filmposter van de nieuwe film, Me Time heet de film. Wie ben jij? Hoe kom je hier? Johan Willem Ripperda. Wij zijn vandaag bij de persdag. Ja, ik wil niet echt mijn Bert Visser maniertjes doen, maar is dat extra uitdaging ook om dat een beetje achterwege te laten? Ah, ik wist dat je dat ging vragen. Dus, ja, het is altijd een beetje moeilijk, want je hebt altijd een neiging om een beetje te smieren natuurlijk. En vandaag ben ik bij de nieuwe film Ninja Turtles Totale Chaos. Als ik toen ik mijn vrienden vertelde dat ik een turtle mocht zijn, toen waren ze echt helemaal enthousiast en helemaal gek. Dus, Welke rol spreek je in? Donatello. De jongste. Oh, dus dat is de... De paarse. Ja. Ik spreek de rol in van Superfly, de bad guy. De rol van Leonardo, de blauwe. Oh. Was het voor jou met Bert te spelen? Heel erg leuk. Het is heel gezellig. Het publiek reageerde ook goed en het ging heel goed. Je gaat het nog een paar keer doen, toch? Ja, zeker nog 5 keer in mijn hoofd. Ja, dus, leuk. Ja. Die jongens doen het ook te gek. Hartstikke mooi. Ja, echt trots op. I don't know how, but I suddenly lose control. Suddenly lose control. Ja, het is nou lastig met ABBA op de achtergrond. Ja, echt. Het helemaal zo. Dat is wel erg gemeen. Mamma mia. Ja. I don't know how, but I suddenly lose control. Ja. But I suddenly lose control. Just one look at it. Ja. Ja, en de titel is... Oh, wat erg dat ik dat niet weet. Just one look at it. Niet zo moeilijk. Mamma mia, jeetje. Mamma mia, ja. I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire in my soul. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Oh, mamma mia. Duur even. Vandaag zijn we in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld voor de perspresentatie en de castbekendmaking. Deze voorstelling, dit verhaal, moet naar Nederland komen. Kijk even achter je, dat zag ik de mooie poster al. Ja, een tijdje geleden was je een beetje aan het teasen op je Instagram van ja, mijn baard, alles moet eraf voor een nieuwe rol. Was dat dit? Dat was inderdaad... Had je het toen al door? Nou, ja, een klein beetje. Vandaag gaan we een team uitje met alle andere FIPS en V-reporters. We'll be right back.
ik zeg Mamma Mia, dan zeg jij... Here I go again. Wat weet je van Mamma Mia? Wat weet ik? Ja, nee, pas. Zweden, Frida, Agneta, Benny, Björn, Songfestival. Pas. Hebben jullie alle voorgaande films ook gezien, alle voorgaande delen? Wij hebben die zeker gezien. Wij zijn heel groot fan. Ja, heel groot. Geweldig, echt verliefd op deze films. Ja, die vleermuis hebben we niet zo moeten doen. Ja, die vleermuis was vanavond een bonus. Ja, precies. De voorstelling. Ja. Die hebben we niet gedaan. Hallo en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van een gloednieuw seizoen Brian's Flip Vlog. Ik vind het wel leuk. Ja. Gewoon een soort van, ja, dat is een beetje medium blij, maar goed. Medium. Ik ben actief op social media. Ik maak bijvoorbeeld filmpjes met mijn leerlingen. En die zitten hier ook allemaal als publiek. Ja. Laat je even horen allemaal. Yay! Hallo. Ja. Schooljaar 2023-2024. Welkom bij de zesde jaargang van PETS. PETS is niet leuk. Op scholen wordt stilgestaan bij de week tegen pesten. Ervaringsdeskundige Brian Op de Dijk vertelt er meer over. Kom. Dat onhaalbare doel. Ik denk dat ik twee favoriete spelers heb. Messi en Ronaldo. Wat een grap. Mam, wat is er aan de hand? Ga eens lieverd, ga zitten. Ik moet je wat vertellen. Van de grote Sinterklaasfilm en de strijd om pakjesavond. Terug naar de orde van de dag. Ja. Wat voor rol speel je in de film? Ik speel een boerin. Wat voor advies geef ik Sinterklaas? Nou, om niet te veel te stressen. Want ik heb begrepen dat ook deze keer er weer heel veel ellende aan de hand is. En volgend jaar spelen jullie mee, toch? Is goed. Eindelijk. Voor de maandvlog van september. De maand zit er weer op. Maar nu ook bij de laatste voorstelling van Luca. Even gesupport, aangemoedigd. 3, 2, 1. Kip van Zeven! Ja! We kunnen het wel. De première van de spektakelmusical De Tocht. Sint Ahoy. En dat hoop ik dus ook met deze film te doen. Gewoon een goed avontuur neerzetten. De laatste maand is natuurlijk ingegaan, hè? Oktober, laatste maand. Voelt het ook een beetje dat je afscheid aan het nemen bent? Of ben je lekker volop aan het genieten? Een beetje van beide. Ik denk dat ik nog geen afscheid wil nemen. Maar ik denk wel dat je voelt dat er aan zit te komen. Dus dat je alleen maar aan het genieten bent met iedereen om je heen hier. En dan zeg jij wie dan? Ja, John Cleese. Rapunzel, de musical. Ja, ik wou succes wensen. Nou, wat lief. Dankjewel. Je mist echt wat als je niet geweest bent. Dus kom kijken. Eens. Wat hij zegt. Ja, eens. Oeh, goed gedaan. Top. Dag. Dankjewel. Trolls 3 in harmonie. Wie is dan je favoriete karakter? Wil je dat echt aan mij vragen? Poppy natuurlijk. Ja, ik dacht misschien heb je een ander. Het kan ook. Fantastische film. Ik had vroeger die trolletjes thuis, weet je. Toen was jij nog niet eens geboren, geloof ik. Die kon je uit hem uit de maat halen. En ik had heel veel trolletjes thuis. Dat het nu echt een film is, ja, dat is waanzinnig. We staan hier. Ja, in de regen bij Martini Plaza in Groningen voor de musical Pietje Bel. Ja, dat doe je heel vaak. Ja, dat doe ik. Net maar... ook nog in de voorstelling. Ja. Ik shift het gewoon iedere keer in. Ja. Oh, dat je niet... Nostalgie, joh. Ja, hiermee heb ik in de top 40 gestaan. De maandvlog van oktober dit keer. Mijn enige vraag is, samen op de vaart. Gaan ze lachen, huilen, meebouncen op de muziek. Het wordt echt, ja, geïnspireerd raken. Ik denk dat de mensen zo de zaal uit zullen lopen straks. De maandvlog van november. En ik denk dat dat menselijke dat maakt, is onderdeel van wat het zo inspirerend maakt. Weet je, dat die het op een gegeven moment in Gethsemane bijvoorbeeld, dan voor het eerst ook echt vragen gaat stellen aan zijn vader. Mijn eigen gevoel zei dat het best prima ging. Vogelvlucht.
vind het vooral een film waar alles in zit. Er zit zoveel gevoel in, er zijn zoveel mooie scènes ook. En ik vind dat familieding heel erg mooi in deze film. Ik denk dat het een film is die gaat over nieuwe spannende dingen doen. En je vleugels uitslaan wat dat betreft. En weten dat als je dat doet, je altijd wel weer nieuwe vrienden tegenkomt. Dus je bent eigenlijk nooit alleen. Dus dat is een mooie boodschap van de film. En heel erg veel lachen gewoon. Leuk. Bij de nieuwe Wonka-film. Timothy. I love Timothy. Please love me back, Timothy. Hoe was het om de stem in te spreken? Ja, vet leuk. Ja. Heel leuk. Moeilijk ook wel, als ik eerlijk ben. Ik spreek al wel wat jaartjes in, maar dit soort liedjes waren voor mij echt nieuw. Ik zing wel, maar dit soort grote musical nummers waren voor mij best een uitdaging. Dus het was best even zoeken. Maar ja, het was wel echt heel leuk. Ja. Volgend jaar staan we hier weer voor deel 3. Daar ga ik stiekem wel een beetje vanuit, ja. Ik heb er wel rekening mee gehouden in de agenda, ja. Spreken we dat af. Gaan we dat doen. Tot de plezier vanavond. Bombini Bangkok Nights. Let's go. What happens in Bangkok stays in Bangkok. Met je graf takkenfeest. Moa! Moa! Welke gastacteur zou jij nog willen zien in Bombini? Oh, dat is een hele goeie. Welke gastacteur zou ik willen... Ik denk jij. Als jij erin wil, kom jij erin. vipstv.nl/huren. Wij willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ja, we zijn natuurlijk weer te zien in 2024. Met de content die jullie van ons gewend zijn, maar ook met nieuwe content. En daarom hopen jullie in 2024 natuurlijk weer te zien. Namens iedereen van VipsTV, dus Brian, Danny, Stacy, Luca, Daan, Marlon, wensen we jullie fijn het jaar wisseling. Een gelukkig nieuwjaar. Een jaar waarin we jullie hopelijk allemaal weer terugzien, maar ook nieuwe kijkers mogen begroeten en toffe producties mogen maken. Kortom, tot in 2024. Doei!